Dus Rocky. Kijk eens even in de camera, Rocky. Ik heb één oortje al bijna klaar. De rest is lekker losgekamd. Rocky komt elke 4,5 maand. Ik begin met het hoofd, want Rocky vindt trimmen niet leuk. En dan doen we het lastige gedeelte eerst. En dan strakjes het wat makkelijker deel. En Rock. Meestal noemen we hem Broekie. In plaats van Rocky. Met een lekker ding, hè? Ja. De andere oor. Hij heeft een heerlijke vacht. Mooi om te plukken. Rocky denkt er anders over. Die vindt dat je het maar moet laten zitten. Ja, ziet er niet uit. Een jongen. Die grote bos haar. Het is een gecastreerde reu. Die hebben ook altijd wat meer haar. Een wat vollere haargroei. Naar mijn ervaring. Zullen vast mensen zijn die het er niet mee eens zijn. Mijn idee is dat dat castreren invloed heeft op de vacht. Bij de een is dat in meer en de ander in mindere mate. Lekker een beetje krijt erop. Je ziet dat het oor is een beetje vettig aan de binnenkant van het oorsmeer. Als je er nou krijt op doet, plukt dat zoveel makkelijker. Nou, je gedraagt je tot nu toe voorbeeldig. Is dat omdat de camera draait? Nee. Dat is het lekkere met zo'n stripvacht. Je ziet precies wat er af moet en wat er kan blijven zitten. Nooit huidproblemen. Altijd een leuke vacht over. Er zijn mensen die vinden dit vreselijk zielig, dat uitplukken van het haar. Maar je ziet het, het laat heel makkelijk los. En het is zoveel beter voor hem. Een gezonde haargroei. Daar hebben we het oorpoeder weer. Ik vind zijn oren een beetje erg dik behaard. Aan de binnenkant. Een beetje lucht geven. En dat doe je met speciale oorpoeder. Houdt de boel schoon en gezond. Nee, geen narigheid achteraf. Als je de oren uitplukt. Aan deze kant ook maar doen. Krijgen we klachten, hè? Het ene oor wel, het andere oor niet. Dat kan niet. Zo. Nou, je ziet direct het verschil. Moet je nagaan. Dit is van zijn hoofd. Dus dit stukje. En twee oren. Gewoon uitgeplukt. Niks krippen. Uitplukken. En dan gaan we de rest doen. Hier. Beginnen we bij de wangen. Zo netjes naar de kin toe. Beetje krijt erop. Ik had ook je bovenkantje eens kunnen doen. Gewoon aan het sikkie vasthouden.
Je ziet hem al af en toe lip optrekken, want hij vindt dit minder. Ja, goed loskammen. Doet het geen pijn. Hoe meer haar je tegelijk pakt, hoe minder gezellig hij het vindt. Hé, jongen. Ja, weet ik wel. Weet het wel. Ja, ik weet het wel, hè. Ja, vind ik niet leuk, hè. Nee. Protesteren mag, bijten niet. Ja. Probeer echt, omdat hij vrij gevoelig is, zo weinig mogelijk haren tegelijk te pakken. Want anders dan vindt hij het helemaal niet leuk meer. Ja, man. Ja. Ook weer opletten op die harde haren, hè, die ertussen zitten. Ziet hem hier weer zitten. Mag je er niet uittrekken. Dat is echt pijnlijk. Ja. Wees je struik bovenop eens eventjes inporten. Sik je vast. Je ziet de nieuwe vacht er al helemaal doorheen. Mooi van kleur. Kijk maar, de kleur zit in de punten van de haren. Dus hij wordt weer helemaal mooi tarwekleurig. Hij heeft ook mooi pigment, er zit mooi zwart tussen. Ik heb het vermoeden, als ik zo eens kijk, dat er een paar baasjes hebben zitten knippen aan je pruik. Want hier zitten haren, die zijn bot en licht van kleur. Hè? Er zit dus geen kleur aan het einde. Ik denk dat ze een schaartje langs hun oogjes gehaald hebben, omdat hij anders niks ziet. Dan krijgen ze strafpunten voor. Nee hoor, gekkigheid. Ik pluk het gewoon weer uit. En als zij dat willen knippen omdat hij niks ziet, dan vind ik dat prima. Maar ik pluk het altijd weer uit. Wordt zo lelijk als je dat gaat knippen. En je blijft het knippen. Gewoon die geknipte haartjes ook uitplukken. Komen er weer mooie nieuwe haren voor terug. Uiteindelijk is het hun hond. Mogen ze ermee doen wat ze willen. Het is alleen klein, nou valt het bij hem reuze mee. Maar sommigen die knippen dit echt helemaal weg. En dan is het wat meer werk om het te herstellen. Ik doe altijd een beetje uitplukken en na-effileren, zodat die hoekjes een beetje vrij zijn, zonder dat ze kaal geplukt zijn. Als je dat allemaal gaat plukken, dit, dan is dat kaal, dat is ook geen gezicht. Rokkenbeest, hè? Je bent een rokkenbeestie, ja. Yeah. Heerlijke vacht, je ziet precies wat eraf moet. Er valt eigenlijk weinig aan te leren. Het is gewoon voorbeduren op het patroon wat er al in zit. Altijd een goed resultaat. Ben je toch een brave? Hé, hey, ik ben een brave jongen. Ja.
Lekker zeg. Ja, dat weet ik. Ik moet even je tanden laten zien. Hè? Ik zie trouwens tegelijkertijd dat die ook even schoongemaakt moeten worden. Die tandjes. Ja, er zit wat aanslag op. Mooi zwart baardje. En dat plukken we nog niet allemaal weg. Want dat is een heerlijk handvat. Ja. Nou. Dat is de ene kant. En deze kant nog even doen. Overigens zijn die oren nog niet klaar. Hè? Ik heb wel al het lange haar weg. Maar de fijne haartjes moeten er nog af. En dat doe ik altijd als puntjes op de i. Zeg maar als het hoofd klaar is. Dan maak ik het oor gladder. Met behulp van een trimsteentje. Dit is een greyhound trimsteentje. En dan maak ik het oor. Ontdoe ik van die kleine haartjes. Hij heeft hele dikke oren met heel veel haar erop. Uitkijken dat je de huid niet stuk maakt, hè, want het is toch een puimsteentje of whatever. Maar als je het verkeerd gebruikt, dan schuur je de huid stuk. En dan haal je dat fijne haar haal je eraf. Maar dat doen we dadelijk als je hoofd klaar is. Hè? En dan zetten we de puntjes op de i. Kijken. Ja, je hebt een beetje vieze tandjes. Die moeten we even schoonmaken. We gaan eerst de andere kant van je hoofd doen. Krijt erop. Ja, rokkenbeest. Rocky heeft hele lieve baasjes. Ze zijn zo lief dat Rocky af en toe een beetje een loopje met ze neemt. En dan moet hij weer eventjes hond worden. Nee, moet weer eventjes zo van dat mag wel en dat mag niet. Anders dan neemt hij een loopje met iedereen, hè, jongen. Ja, kennetjes hebben een beetje grenzen nodig, hè, jongen. Aan mij weet hij precies wat hij aan me heeft. Dan laat hij het zover nooit komen. De kerntjes, als die echt hele lieve, zachte baasjes hebben, dan willen het nog wel eens spookjes worden. En dat kan niet, hè? Nee. Moet wel een beetje gezellig blijven. En met trimmen doe je niet alleen de vacht verzorgen. Maar ook een beetje helpen met de rest van de verzorging. Een beetje een vraagbaak voor diverse dingen. Over voeding, over opvoeding. Vakanties. Over dierenartsen. Nou ja, van alles komt er wel voorbij. En dat is hartstikke leuk om met de mensen te praten over de dingen die ze meemaken, waar ze tegenaan lopen. En ik weet natuurlijk niet alles, maar wel wat. En dan kun je zo saampjes tot een oplossing komen voor bepaalde dingen. Nou, ik vind je super braaf vandaag. Hey. Ja, het is nog niet klaar, maar je gedraagt je keurig, hoor.
Wat een haren, wat een haren. Hé? Mannetje, moet eens kijken. Dat van zijn oren ligt al op de grond en dit is dus van zijn wangen. Nou, dat kan dus ook op de grond. Hé? Op de achtergrond horen we commentaar. En Kerntje is het niet mee eens. Nou, mag. Mooie zwarte sik, hè? Hij denkt bij zichzelf, mens, schiet nou maar op. Des te eerder ben ik klaar. Heeft een klein beetje last van liplooi-eczeem. Dat zie je hier. Dat is een beetje korrelig en dikker. En dan merk je als je dat haar uit gaat plukken, dat er wat van die schilfertjes meekomen. En heeft hij gelukkig niet van die diepe plooien. Maar bijvoorbeeld bij kokkerspaniels, kijk hier aan deze kant heeft hij het ook, zie je? Van die dikke verdikkingen met korstjes. Er zijn hondenrassen met hele diepe plooien en die hebben dan van die dikke koeken erin zitten. Wattenstaafje met kokosolie. En dan ze gewoon insmeren. Wel uitkijken, want dat is best wel pijnlijk hoor. Dus wattenstaafje met kokosolie eroverheen halen. En dan geneest het vrij snel. Kokosolie heeft een bacteriedodende werking. En dan worden die plooitjes die worden mooi zacht. Dan gaan we je kindertje doen. Kijk. Mooi sikje. Het kan zelfs gaan bloeden als je het uitplukt. En het zijn wat dikkere korstjes. Dus hij krijgt dadelijk een VIP-behandeling met kokosolie. En dan zal ik dat tegen zijn baasje zeggen. Die gaat er dan gewoon mee door. En dan is dat met een week is dat beter. En gewoon even in de gaten houden. Best kans dat het niet meer terugkomt. En anders is dat gewoon een goedkope remedie. Hoef niet met alles naar de dierenarts te hollen. Je kunt een heleboel zelf. Je bent altijd drakerig en nou omdat de camera draait ben je heel lief. Kijk, nou heeft hij nog wat van die lange snorharen hier. Die pluk ik niet uit. Deze haartjes, dat is best wel gevoelig. Doe ik even met de evilleerschaar. Zo, sluit dat mooi aan. Hey, jongen, nou laat eens kijken. Laat eens kijken. Dan ga ik je oren nog netjes maken en dan gaan we de rest doen. Ja, zeg maar dag. Hoi Spetter. Spetter, de hoofd is getrimd.
En ze heeft een 4 maanden stripvacht. Uitplukken van de oude laag haar kun je gewoon zo doen. Hè? Dus gewoon zo het haar pakken en dan uittrekken. Het gevaar daarvan is dat als je te diep pakt, dan heb je gatenkaas. Dan pak je niet alleen de oude haren, maar ook de nieuwe haren. En sommige mensen presteren het zelfs om de onderwol eruit te plukken. En dan hou je een hele lelijke vacht over. Een veilige manier van strippen is te werken met je kam. Je zet je kam in de haren en die kam die geef je een draai. En dan pak je de langste haren die uitsteken en trim je er zo af. En dan val je hier geen bult. Dus insteken, een beetje opschudden en dan de langste haren eruit trekken. En zo kun je de hele rug uitplukken. En als je nou denkt, ja, maar heb ik hier nou genoeg aan? Dan begin je gewoon weer hier opnieuw. En dan zie je dat er nog steeds lange haren bij zitten. En die pluk je dan uit. En wat je dan overhoudt is de nieuwe laag met een intacte ondervacht. Dus dit is een veilige manier om de oudste laag haren eruit te plukken. Het is ook een goede manier voor je hand. Hè? Je werkt dus naar je toe, want de groeirichting van het haar is die kant op. Je werkt naar je toe, dat is beter voor je arm. Ik zie ook wel eens mensen plukken de andere kant op, dus zeg maar zo. Dat is veel belastender voor je spieren en je pezen. Wat ik ook heel vaak zie is dat mensen zo plukken dat ze het haar eerst opzetten of opvegen en dan uitplukken. Maar dan moet je dus 2 keer een beweging maken die je in feite maar 1 keer hoeft te doen als je de kam gebruikt. Maak het jezelf niet moeilijker dan dat het al is. Plukken op zich is al vermoeiend genoeg. Het is ook belastend voor je handen. Verdeel het werk ook over een paar dagen als je dat kan. Nu zie je dus dat ze al heel veel haar kwijt is van de rug. Dat is allemaal oud haar. En het is nog zeker niet klaar. Maar je ziet al dat veel van het oude haar weg is. En het nieuwe haar er nog onder zit. Met de ondervacht intact. Dat geeft een heel mooi resultaat. En zo kun je de hele rug en zijkant doen. En dan doen we strakjes de staart. Het heeft trouwens een heerlijke vacht. Je ziet ook dat je het met wortelen al uittrekt. Hier zit het hardste gedeelte van het haar. En dit is de wortel. En in dat haarzakje waar je net die haren hebt uitgetrokken, daar groeit vanaf overmorgen weer 1-2 nieuwe harde haren en wel tot 7 onderwolhaartjes. Dus je ziet het, mooie harde vacht blijft er over met een intacte onderwol. Als je dus met je kam trimt. Insteken, beetje omhoog zetten en de langste haren eruit plukken. Geeft een mooi resultaat. En vind je het niet erg, hè, Petter? Nee, Petter niet hoor.